waarom leek het je leuk om stadsdichter te worden? Ik vind het persoonlijk zelf heel leuk om over kleine onderwerpen te schrijven. Ik heb ooit een keer een gedicht geschreven in Waalwijk over het laatste, of ja, in Sprangkapelle eigenlijk, over het laatste stoplicht dat daar is weggehaald. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat er geen stoplichten meer waren in Sprangkapelle. En dat vond ik een heel interessant iets waarvan ik dacht, oh, daar zit misschien wel een heel mooi verhaal in. Dus juist die kleine dingen die zich afspelen in het dorp of in de stad, dat zijn voor mij interessante dingen om over te schrijven, omdat daar vaak een heel verhaal achter zit. Romy, jij bent de nieuwe stadsdichter van Waalwijk. Gefeliciteerd. Kan je iets vertellen over het gedicht dat je hebt voorgedragen? Dankjewel. Ik heb een gedicht geschreven over de stem van de stad. Omdat ben ook betrokken bij Poetry Circle. En Poetry Circle dat speelt zich eigenlijk in verschillende steden in Nederland af. Helaas nog niet Waalwijk. Zou wel heel leuk zijn als dat in de toekomst ook zo zou zijn. En dan komen we met een groep jongeren samen om gedichten te schrijven of spoken word teksten. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat alle verhalen en alle gedichten, dat het eigenlijk per stad heel verschillend was. Toen zag ik de oproep om stadsdichter te worden en toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk wel heel interessant. En misschien dat je in die functie dan ook meer kunt onderzoeken van, wat is eigenlijk het geluid van Waalwijk? Dus ja, daar gaat mijn tekst over van, welke geluiden zijn er in Waalwijk en hoe kunnen we die samenbrengen? Ik had het totaal niet verwacht, want ik ben 23, dus ik ben best wel jong. En ik weet dat er heel veel gevestigde dichters in Waalwijk zijn die echt actief daar dagelijks mee bezig zijn. Dus ik dacht, ik kan het altijd proberen. En ja, wie weet, nu sta ik hier. Dus het is goed afgelopen.